Biodiversiteit in Suriname kreeg niet voldoende aandacht. Dit zei minister Silvano John Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu gisteren, kort na de ondertekening van het Nationaal Biodiversiteitsstrategie Actieplan. Strategisch actieplan. De organisatie stelt $65.500 beschikbaar om te komen tot een biodiversiteitsstrategie en een actieplan. SCF-directeur Henna Uiterlo en de bewindsman hebben gisteren in het gebouw van de Suriname Conservation Foundation hun handtekening geplaatst onder het document. Hier is sprake van een relatief klein project, updaten van onze strategie, biodiversiteitsstrategie. We hadden het een beetje low-key kunnen doen, maar we hebben er bewust voor gekozen om er toch een beetje rugbaarheid aan te geven, omdat wij vinden dat biodiversiteit in Suriname een beetje voor granted wordt genomen en dat wij ervan uitgaan dat vanwege het immense bos dat we hebben en al de dieren, bomen en noem maar op, dat wij ook denken dat onze biodiversiteit helemaal veilig is, maar dat is het dus niet. Wij hebben, dit ministerie is nieuw, en bij het begin van het ministerie hebben wij een aantal plannen overgenomen. Eigenlijk een heleboel plannen. Vergeleken met de capaciteit die we hebben, is het veel te veel. We hebben dus een traject ingezet waarbij we al de plannen die we hebben gemaakt, dat we die gaan streamlinen. Volgens minister John Ahin zullen alle plannen opnieuw worden uitgewerkt. Uiterlo zegt dat met dit project richting gegeven zal worden aan de bescherming en vorming van biodiversiteitsplannen. Er zal daarvoor onderzoek worden verricht. De doorlichting duurt een jaar en de bevindingen zullen bepalend zijn voor de richting die Suriname tot 2030 zal opgaan met zijn biodiversiteit.